Hey mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Onno en ik ben uitgenodigd voor de HEMA Vlog Academie om daar even een soort van kijkje te nemen. En ik mocht één iemand meenemen en dat is mijn beste vriend Boudewijn. En ik zou even wat vertellen, want er zijn maar 150 uitgenodigd die een vriend mee mochten nemen van, laten we zeggen, de, ja, hoeveel zouden ze zich op hebben gegeven? Miljoen? Ja, zoiets. Van de ongeveer dus zoveel mensen ben ik een van die 150 die is uitgenodigd. En Boudewijn heeft het gelukje dat hij mee mocht. Top. Dus je ziet ons als we onderweg zijn. Wat uitleg gekregen en we gaan om 5 over 6 gaan we naar ons leslokaal waar we op gaan doen. En nu gaan we gewoon even hier rond kijken zo. Nou, we zitten hier een beetje te wachten tot we het soort van leslokaal binnen mogen gaan. En we zitten hier een beetje gewoon rond te lopen. Er zijn hier hele leuke workshops en zolang jullie maar dit onthouden. En het staat hier nu ook echt vast. Helemaal vast. Waarom? Leukste vlogs. Ik ben er dus ook bij. En daar is het geluid even weg. En voor de rest zijn hier ook nog allemaal leuke spelletjes. Die zag ik toch één. Ik sta hier dus nu in de rij en we gaan zo meteen naar binnen het leslokaal in. En dus we moeten nog eventjes wachten. Ja, dat zie je ook niet. Duits gaan we bespreken. Moeten we hier nog wat mee doen? Ik weet het niet. Volgens mij niet. Moeten we hier nog wat mee doen? Volgens mij moet de camera onder andere. Kort iemand is daar zo heel duidelijk zo van. Hallo! En dan kom je dat zo van die boksen daar zo op het podium. Hij zet uit. Is dat voor jou? Ja. Kijk. Ja, ik wou maar, ik heb het daar wel liggen. Oh, kom af. Oh, je neemt er één het geluid op. Neemt er een probleem ook. Ja, ik kom zitten hier op camera's. Kom op met de camera. Ik kan heel kort filmen. Nemen. Waar is het? Ja, zo'n licht zo allemaal. Oh, super. Ja. Op dat aan de camera. We blijven er vanaf. Ja. Nou, welkom allemaal. Ga je mee te geven? Goed. Hey, welkom. Laat komen. Heb je een te laat briefje? Nee. Nee? Oké. Even de absentielijst invullen. Er zijn wel een paar mensen absent, zie ik. Die zitten aan de absent. Maar jullie, even kijken, hebben jullie allemaal een vriendje of vriendinnetje meegenomen of niet? Of zijn jullie allemaal alleen gekomen? Ja, want wie zijn er uitgenodigd door ons? Oh, dat zijn er 5. En die hebben allemaal vriendinnetjes meegenomen. Nou, wel leuk dat jullie er zijn allemaal. Hebben jullie het nice zien gehad vandaag? Ja. Vind je het nog steeds leuk? Ja. Nou, gelukkig. Hebben jullie allemaal vragen voorbereid? Om bekend te worden en heel veel geld verdienen. Nee, is niet waar. Nee, absoluut. Die gelijkertijd met ons gestart. Okay. Maar in ieder geval, we zaten bij een netwerk en zij startte. Het kwam van een Duits bedrijf en zij had een Ponk. En Ponk was dus een soort van Duitse Ponkers. Maar als je gaat kijken naar de oude video's van Ponkers, zijn ook hele andere video's dan wat we nu maken. Ja. Dus dat toen Ponkers startte, dat waren dus die Duitse sketches die zij maakten. Dat werd dan vertaald naar het Nederlands en dan werd dat... Maar dat is totaal niet creatief, want het komt helemaal niet van jezelf. En dat hebben wij er zo omgezet. We hebben dat allemaal weggelaten nu. We maken nu totaal onze eigen dingen. Dus, maar niks, we hebben de naam afgeleid. Ponkers de naam hebben we Ponkers gehouden, omdat het gewoon een lekkere, naam. Het betekent ook niks voor de rest. Nee. Ja, Plonker. Plonker betekent een idioot. Nou, dat klopt allemaal weer. Ja. Dat zei je meer. En heb je Noah weggelaten? Noah, de grootste idioot, hebben we weggelaten. Ja. YouTubers zijn, dat was eigenlijk nog niet echt een
erkend ja, werk of zo. Ja. Ik het zo zeggen. Er waren niet heel veel YouTubers die fulltime hun geld konden verdienen met video's maken op YouTube. En toen werd ik uiteindelijk ook het gezicht van Ponkers. En dan mensen gaan je herkennen. Mensen gaan, als ik met vrienden. Ik heb een hele. Ik heb heel veel vrienden eigenlijk. Meerdere vriendengroepen ook. En als ik dan bijvoorbeeld met iemand. Ik weet nog, dat was een hele goede vriend van mij. En die had het allemaal niet door hoe dat. Dat je ook bekend werd en dat je ook herkend werd, dat had hij helemaal niet door. Dus op een gegeven moment zaten wij op de Tessense boot en er kwam een meisje, die was net haar tanden aan het wisselen. En die kwam naar mij toe, die zei, mag ik alsjeblieft een handtekening van je? En toen zat hij echt te kijken zo van, hé? Dus het is wel heel grappig om te zien dat mensen nu ook daadwerkelijk zien. En zij dachten eerst ook van YouTube, maar daar kan je toch helemaal niet je geld mee verdienen? Dat kan toch helemaal niet? Nou ja, en ik heb het tegendeel uiteindelijk bewezen en dat vonden ze hartstikke leuk. Super trots zijn ze. Ja, ding is. Dus dat je zeg maar echt alleen video's gaat maken. Ja. Dat je echt leert om op je eigen benen te staan. Want dat, ja, we zijn natuurlijk, wij werken eigenlijk altijd nu in teamverband. Maar het is ook heel goed om te leren hoe je het zeg maar alleen kan doen. Dus ik wil niet zeggen dat ik er spijt van heb. Maar als ik het over had kunnen doen, dan had ik wel een persoonlijk kanaal gestart. Ja. Ja. Nog. Met die parodies, dat is geen rechtenvrije muziek. Mm-hmm. Krijgen jullie daar wel eens problemen mee als je een parodie maakt? Vooral internationaal. Ja. Als wij een parodie maken op Justin Bieber, dan... Ja, het is heel leuk dat we 3,5 miljoen abonnees hebben volgens. Hebben we 3,5 miljoen views hebben we op Bieber, maar daar hebben we niks mee kunnen verdienen. Nee. Want dat is gewoon, het is heel lastig. Met Engels, met Amerikaanse artiesten is het heel lastig om daar, tenminste je kan er wel parodie op maken, maar dan kan je er zelf niks aan verdienen. Doe je het op een Nederlandse artiest, die zijn er alleen maar blij mee, want het is voor hun is het gratis promotie. Ja. En daarom krijgen we tegenwoordig, gewoon de instrumentale versies van muzieklabels en dan mogen we die parodiëren. Dus dan krijgen we toestemming om dat te gebruiken en dan mogen we dat gewoon uploaden. Maar je komt altijd wel aan iets waar je mee kan filmen. Als jij een keer jarig bent en je vraagt aan je vader van nou, pap, hoeveel, of aan je ouders dan, hoeveel mag ik vragen voor mijn verjaardag? En hij zegt nou 150, 200 euro, ik noem maar wat. Dan ga je gewoon naar de winkel en zegt hij, hey, voor 200 euro kan ik dat cameraatje, nou pap, ik wil die camera, want dan kan sterker ik dat filmpje maken. Ik heb de allereerste video heb ik geschoten met een aardappel uit mijn opa's tuin. Echt waar, joh. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar wel met een camera die ik van mijn opa had gekregen. Dat was echt helemaal niks. Het was 4x3, het zag er niet uit. Maar als ik die video nu kijk, denk ik... Hij was 4x3, best. Hij was 4x3 meter, die camera. 4x3 meter, ja. Nee, goed. Ja, we gaan een green doen. Jongens, we gaan...